Kees Moeland! Hey. Proost! Hey Kees, jij bent niet zo heel vaak bij 17, maar speciaal op bezoek kom je even, want Roller, toch één van jouw bands, bestaat 10 jaar. 10 jaar! 10 jaar! 10 jaar! En waar is de tijd gebleven? Ja, nee, maar 10 jaar. Bijna net zo oud als de muziek die we maken. Ja, maar Kees, ik zie jou al echt al jaren muziek maken. Ik weet niet wanneer ik jou voor het eerst zag, maar dat moet ergens begin jaren 90 zijn geweest. Emeroids, hè? Emeroids, maar Roller is nu de Raiders of the Lost Rock. Zeg ik goed, hè? Yes. Dat weet geen hond natuurlijk. En maar Chris, jullie hebben zaterdag een feestje in de spot. Ja. En vanwege het 10-jarige bestaan. Ja. En dat doe je natuurlijk met z'n allen, maar nu ben ik even met jou alleen. Jij bent natuurlijk ook wel, toch wel de front. Ik zag ook een hele mooie foto trouwens. 10 jaar Roller, wat was dat? Dat was een foto van een heel andere band. Iedereen was met vakantie, behalve de. Wat was dat? Wat blijkt nou? Hier is sprake van een journalist die zijn werk gewoon niet goed heeft gedaan. Die had iets opgevangen van, hé, Roller bestaat 10 jaar. Die is gaan googlen. Die is een band tegengekomen die Raiders of the Lost Rock heet. Maar dat is een band in de States. Echt waar? In de States. En wat blijkt nou? Die gasten hebben dus dezelfde naam, maar ik heb een beetje zitten YouTuben. En die blijkt ook gewoon heel veel hetzelfde repertoire te hebben als wij. Echt waar? Ja. Maar goed, dus ja, een logische vergissing natuurlijk. Ik bedoel, er zit maar 7000 kilometer tussen. Buiten gewoon. En maar Kees. We moeten het niet al te lang maken, en, maar... En ik vond die gast met die hoed ook wel heel veel op Renzo lijken, moet ik zeggen. Ja, nou, hij kwam in de buurt. Ja. En van Zeeland Vlaanderen is hij ook, hè? Dat is ook ver weg. Texas is Vlaanderen, dat is een man. Dat is ook ver weg. En maar Kees, wat gaan jullie doen zaterdag in de spot? We gaan tekeer, dat voornamelijk. Maar we beginnen met DJ Krimo. Heel bekend van het babbelertje en omstreken. En om zijn stevige rock die hij draait natuurlijk. En dan gaat de 60s Revolution, die gaan voor ons oude 60s nummers Jules brengen. Jules Petit en consorten, Rob van Akkeren. Jules Petit, Rob van Akkeren, Ian Broek, Jan Lange. Dus je kent het al. Maar hun gaan dus oude 60s covers doen. Dus, en daar volgen wij op met voornamelijk oude 70s covers. Dus weet je, het is een beetje zo'n. Kees, dan wil ik terug in de tijd en daarna weer. Het gewoon het hele repertoire komt voorbij. En dan, Kees, dan wil ik dan. En natuurlijk één ding. We zitten nu op 3 minuten. We kunnen nog precies 1,5 minuut. Dan wil ik de lege dag is de aankondiging met de jongens en meisjes. En dan graag. Even a cappella, je favoriete nummer. Jij hebt, ja, ik zag je laatste, je was je helemaal verbaasd over een Beatle cover die je dan fantastisch vond. Maar jij bent ook echt Stones, jij bent van alles. Wat is nou het nummer wat jij na Jongens en Meisjes het liefste zingt voor de mensen omdat je het zelf zo mooi vindt? Even gillen, even gewoon gillen, Kees. Doe eens iets. Het nummer wat ik het liefst zing is... There in the spot, zaterdagavond, vanaf 8 uur. Er zijn nog wat kaarten over, maar wees snel. Dat is een gek ding. Is dat van die familie van de horses? Hey, is dat die, dat? Die doen we ook, ja. Nou, lekker. Hey, zie je zaterdagavond. Eén van mijn favorieten, ja, dankjewel. Zie je zaterdag, yes.